Yo, welkom bij Geld op Geld. De beurs is voor de verandering weer groen. En niet zomaar groen, echt heel erg groen. De afgelopen vier dagen eigenlijk is de beurs gewoon niet normaal veel gestegen. Vooral heel veel groeiaandelen zijn gewoon gestegen met 5%, 10%, 20%, 30%. Sommige aandelen zelfs met meer dan 30% in een paar dagen tijd. Vooral heel veel Chinese aandelen, zoals een Alibaba, een Tencent, een Hoe ja, nou noem ze maar op. Heel veel Chinese aandelen. Laten we dit filmpje even doornemen. Wat er allemaal gaan is, welke aandelen allemaal flink zijn gestegen, wat we daarvan kunnen leren. <laughs> laten we beginnen. Het is weer lekker een groene dag. Het valt eigenlijk nog wel mee. Vandaag als je het eigenlijk vergelijkt met de rest van de week. Maandag was een rode dag, maar de rest van de week zijn alle indexen eigenlijk flink gestegen. Nou, Vandaag Microsoft plus 1,2%, Apple plus 1,6, Nvidia plus 6%. En dat zie je eigenlijk meer deze week. Veel groeiaandelen, zoals een Nvidia, die veel groei in de toekomst hebben zitten, zijn echt flink gestegen. Zoals ook bijvoorbeeld in Tesla. Eindelijk weer rond de 900 dollar. Als we even kijken naar de afgelopen week zien we gewoon nog meer groen. Het is gewoon echt een absurde week geweest. Heel veel groeiaandelen, vooral veel aandelen die al flink zijn afgestraft, zijn deze week gewoon met 20, 30, 40% gestegen. Het is echt niet normaal. Als we even kijken naar de Nasdaq. De Nasdaq is gewoon met 7,85% gestegen in 5 dagen tijd. Sterker nog, sinds de bodem hier eigenlijk eh, op maandag is de Nasdaq gewoon met... 9,8% gestegen. Dus een stijging van bijna 10% voor de NASDAQ in vier dagen tijd. Dat is gewoon absurd. Dat gebeurt eigenlijk niet vaak. Nou, het is deze week toch gebeurd. Dus gefeliciteerd voor iedereen die aandelen heeft vastgehouden. Vooral gefeliciteerd voor degenen die heel laag hebben gekocht. Misschien aan het begin van de week of misschien vorige week. Dan zal je waarschijnlijk met die aankopen vandaag flink in de plus staan ook. Maar goed, wat is er allemaal gaande? Laten we eerst even beginnen met uh, rentes eigenlijk. Dit is de 10-year Treasury Yield. Uh, de Fed heeft natuurlijk voor het eerst weer uh, rentes verhoogd sinds lange tijd met 0,25%. Uh, zoals eigenlijk ook werd verwacht. En de beurs heeft dat tot nu toe heel goed ontvangen. Uh, rentes zijn eigenlijk een heel stuk hoger nu dan na uh, een hele lange tijd. Als we een beetje uitzoomen, dan zien we dat rentes natuurlijk nog steeds historisch gezien heel laag staan. Maar als we even kijken naar zeg, de afgelopen vijf jaar ongeveer, dan zien we dat ze echt wel weer aan het stijgen zijn. Maar goed, op dit moment heeft de beurs het in ieder geval heel goed ontvangen, die 0,25% stijging van rentes. Verder is het zo dat uh, werkloosheid heel goed gaat. Dit zijn even de initial jobless claims in Amerika. Uh, en zoals we zien, hadden we gewoon een hele lage werkloosheid. Tot eigenlijk de pandemie begon. Toen steeg werkloosheid echt heel veel ook. Vervolgens is het eigenlijk alleen maar gaan dalen, dalen, dalen en dalen. En nu zitten we op een punt dat we minder werkloosheid hebben, in Amerika in ieder geval, dan voor de pandemie. En dat is natuurlijk gewoon heel positief. Dat is gewoon heel goed voor de economie ook. Uh, werkloosheidscijfers zijn denk ik ook een van de belangrijkere cijfers om op te letten als je kijkt naar hoe het nou met de economie gaat, wat verwachtingen kunnen zijn, eventueel. Uh, heel positief en heel goed is dat er zo weinig werkloosheid is. Verder is het zo dat olie weer een beetje aan het stijgen is, wat denk ik weer uh, niet goed is. Uh, wellicht gaan we volgende week of de weken daarna weer terug naar die nou, zeg 125, 130 dollar waar olie een paar weken geleden was. Ik hoop het niet. Ik hoop dat die weer onder de 100 dollar zal zakken en nog zelfs meer zal zakken. Uh, maar goed, er speelt natuurlijk nog steeds heel veel tussen Rusland en Oekraïne. Wat allemaal niet goed is voor olie. Of in ieder geval wel goed voor de prijs van olie, maar niet goed voor de economie. We willen natuurlijk een lagere olieprijs, wat beter is voor de economie. Verder is het zo dat de president van Amerika, Joe Biden, heeft gesproken met de president van China. over eigenlijk wat er gaande is tussen Rusland en Oekraïne. Ze hebben eigenlijk twee uur lang gepraat over nou ja, van alles en nog wat. Uh, wat er gaande is. Ze hebben allebei aangegeven dat dit niet iets is wat ze willen zien. wat natuurlijk goed is om te horen. Verder hebben ze nou, van alles en nog wat gezegd. Ze hebben een beetje elkaar zitten nou, bedreigen, waarschuwen. Uh, er kwam niet echt iets heel bijzonders uit, denk ik zelf. Tot nu toe heeft de beurs het in ieder geval wel goed ontvangen. En het is natuurlijk zo dat Chinese aandelen in ieder geval echt absurd zijn gestegen. De beurs is nog open, maar we gaan waarschijnlijk voor de beste week van, voor Chinese aandelen ooit gewoon. En die stijging van Chinese aandelen is gewoon echt niet normaal. Ook voor een aantal Chinese aandelen die ik bezit. Alibaba en Huya bezit ik zelf. En die zijn echt gigantisch gestegen ook. Wat is er dan ook gaande? Nou, eigenlijk hebben ze aangegeven dat ze de economie van China willen uh, stimuleren. Ze willen voor een hoge GDP-groei van nou, ongeveer 5,5 procent. Ze hebben aangegeven dat ze ook de beurs willen stimuleren. Ze willen zien dat prijzen uh, eigenlijk omhoog gaan. Wat natuurlijk heel mooi is om te zien als je investeert in China ook. En ze hebben aangegeven dat ze de big tech bedrijven minder onder druk willen zetten dan ze de afgelopen tijd hebben gedaan. Dus de grote jongens als een Alibaba, als een Tencent, als andere spelers. Wat natuurlijk echt helemaal mooi is om te horen. Want die aandelen zijn ook echt bizar gestegen. Vandaag weer een stijging van bijna 9% je kon aan het begin van de week Alibaba kopen voor nou, wat is het ongeveer 74, 75, 76 en toen eigenlijk na die dinsdag, woensdag hebben ze uh, informatie bekendgemaakt. Toen is Alibaba gewoon gestegen naar de nou, 93, 94, 95 rond de 100 zat hij op een gegeven moment is wat gedaald eigenlijk op donderdag en nu weer flink gestegen naar de 109 dollar per aandeel. hele mooie stijging ook. maar goed Alibaba was hier natuurlijk extreem goedkoop je betaalde ongeveer 10 keer de free cashflow voor Alibaba. Dus een prijs toe free cashflow van ongeveer 10 is echt bizar goedkoop, natuurlijk. Dat is zelfs goedkoop voor een waardeaandeel. Dat eigenlijk gewoon bijna niet groeit. Voor een saai aandeel dat bijna geen toekomst heeft. Terwijl Alibaba waarschijnlijk jarenlang zal blijven groeien. En oké, okay, ze zullen misschien wat minder hard groeien dan de afgelopen jaren. Marges zijn misschien wat lager dan de afgelopen jaren. Maar Alibaba heeft nog steeds heel veel potentie. Met cloud, met eigenlijk van alles en nog wat wat ze doen. En dan zo'n lage waardering, zelfs nu eigenlijk na deze stijging van, wat is het, meer dan 40%. Nog steeds een extreem lage waardering natuurlijk voor Alibaba. En ik ben heel blij dat ik die aandelen bezit. Ik sta nu nog een heel klein beetje in de min, omdat ik Alibaba wel goedkoper bij heb kunnen kopen. Dus mocht die nog met, zeg ongeveer 10% stijgen, sta ik weer in de plus. Heel blij dat ik ze in ieder geval heb vastgehouden en dat ik ze heb bijgekocht. als even kijken naar Huya. Vandaag 11% gestegen. Aan het begin van de week kon je, hoe ja, wat is het, 3,3, 3,4, 5,6 kopen. Nu 5,27 dollar per aandeel met 11% weer gestegen. Maar goed, eerlijk is eerlijk. Ik sta nog steeds iets van 60% in de min. Met hoe nog steeds mijn slechtste aandeel ooit. Maar wel een flinke stijging. Uh, Nvidia vandaag ook flink gestegen met 6,4%. En dit zien we bij heel veel aandelen. Uh, we zien zelfs dat bepaalde waardeaandelen, dividendaandelen, deze week niks hebben gedaan of misschien zelfs zijn gedaald. Terwijl heel veel groeiaandelen, veel aandelen die groei in de toekomst hebben zitten, zoals dus ook in Nvidia, flink zijn gestegen. Nvidia kon je maandag nog voor 212 dollar aanschaffen en nu 263 dollar. En dit terwijl rentes zijn verhoogd. Heel veel mensen dachten dat als ze 16 maart rentes gaan verhogen, dat heel veel groeiaandelen zouden dalen. En eigenlijk gebeurt het tegenovergestelde: veel groeiaandelen uh, die het eigenlijk slechter doen als rentes omhoog gaan, zijn juist aan het stijgen. Want we weten ook niet precies wat er is ingecalculeerd. We weten wel dat heel veel stijgingen en heel veel nou, ja, rentestijgingen zijn ingecalculeerd. En nu dat we rentestijgingen krijgen, de eerste stijging van 0,25%, zien we heel veel van dit soort groeiaandelen juist stijgen. Ik vind het altijd heel mooi om te zien. Uh, als eigenlijk de menigte denkt dat bepaalde aandelen misschien omlaag gaan, dan gaan ze vaak juist omhoog. En andersom, gebeurt echt altijd. Dropbox, ook een aandeel dat ik zelf bezit, vandaag 4% gestegen. Aan het begin van de week naar nou, ongeveer 20 dollar per aandeel, nu bijna 23 dollar, hele mooie stijging. Paypal ook zo'n aandeel dat flink is gestegen onder de 100 dollar begin van de week en nu 115 dollar. Maar goed, als we even uitzoomen, Paypal is natuurlijk ook flink gedaald van de 300 naar nu de 115. Dus ook al zijn ze nu gestegen met wat is het, 20% misschien, zie je dat bijna niet als je flink uitzoomt. Veel van deze aandelen zijn natuurlijk echt veel afgestraft, zijn nu aan het stijgen. Hetzelfde verhaal bij een Meta, aan het begin van de week na nou, ongeveer 186, nu 214, ook echt flink gestegen. Maar ook weer zo'n aandeel dat echt flink is gedaald de afgelopen maanden gewoon. Tesla, nou nu 900 dollar per aandeel, is even geleden. Aan het begin van de week 760, nu 900 dollar. Nou, gefeliciteerd echt als je al die aandelen goedkoop hebt gekocht. Helemaal top natuurlijk. Palantir, ook zo'n aandeel met heel veel groei in de toekomst. Aan het begin van de week 10,5, nu 12,69. Uh, heb ik zelf toevallig vandaag wel verkocht. In ieder geval de helft van mijn positie. Misschien nog swingtrade, uh, maar wel een aandeel dat nog steeds vrij risicovol is. Een aandeel waar ik zelf wel vertrouwen in heb voor de lange, lange termijn. Maar op zich wel een risicovol aandeel. Dan hebben we Hims Hearst. Eh, ook een aandeel dat ik zelf bezit. Vrij grote positie zelfs. Aan het begin van de week 3,88. En nu 5,07. Echt een flinke stijging. Eh, ik heb ook meer dan 1000 euro rendement behaald nu vanwege deze stijging in deze week. Het is voor mij ook echt een hele mooie week geweest. Eh, ASML ook eindelijk boven de 600 euro. Uh, heb ik gelukkig hier ook vrij goedkoop kunnen kopen. Rond de 525. Uh, ook vandaag een deel verkocht. Twee aandelen verkocht. Ik probeer gewoon vaak echt het tegenovergestelde te doen. Van wat de menigte doet. Van wat het sentiment is. Aan het begin van de week kocht ik twee aandelen van ASML. En nu heb ik vandaag die twee aandelen verkocht. Uh, de rest van mijn aandelen hou ik in principe gewoon voor de lange termijn. Uh, maar ik denk dat de meesten aan het begin van de week. Of vorige week. Of de weken daarvoor niet durfden te kopen. Omdat aandelen alleen maar omlaag en omlaag gingen. En omdat er een heel negatief sentiment was. En nu denk ik dat heel veel particuliere beleggers juist misschien weer gaan instappen omdat aandelen omhoog gaan. Hoe hoger aandelen zullen gaan, hoe meer mensen willen gaan instappen omdat ze geen winst willen missen. Terwijl dat denk ik echt juist het tegenovergestelde is van wat je moet doen. Ik denk dat je echt juist het tegenovergestelde moet proberen te doen van wat het sentiment is. Dus als aandelen omlaag gaan, als ze goedkoper worden, als er aanbiedingen zijn, moet je juist kopen. En als ze omhoog gaan, worden ze juist minder interessant. Maar goed, heel veel groeiaandelen zijn in ieder geval echt flink gestegen de afgelopen week. Ook als we even kijken naar de ARC-ETF, de ARC Innovation ETF. Met echt heel veel risicovolle groeiaandelen eigenlijk. Uh, aan het begin van de week ongeveer 52 dollar per aandeel en nu 65. Flinke stijging. En dit is natuurlijk voor een ETF: een ETF dat uit heel veel verschillende aandelen bestaat. Oké, okay, wel heel veel groeiaandelen, maar echt een bizarre stijging natuurlijk. Wat is dan niet zoveel gestegen? Nou, als ik even kijk naar aandelen die ik zelf bezit... Uh, ik bezit bijvoorbeeld Walgreens. Een aandeel dat het juist heel goed voor mij heeft gedaan de afgelopen maanden... terwijl de beurs is gedaald. Maar deze week juist niet. Uh, deze week deed Walgreens het juist weer wat minder. Net als bijvoorbeeld een Verizon, een ander dividendaandeel dat ik zelf bezit. Deze week juist zelfs een beetje gedaald. Terwijl eigenlijk alle groeiaandelen alleen maar aan het stijgen, stijgen, stijgen zijn... zie je dat bepaalde waardeaandelen en bepaalde dividendaandelen nu juist aan het zakken zijn. En wat ik eigenlijk daarover wil vertellen... Is dat je nooit um, moet denken dat bijvoorbeeld waarde- of dividendaandelen slecht zijn, of denken dat groeiaandelen slecht zijn? Uh, soms doen groeiaandelen het heel goed, soms doen waarde- en dividendaandelen het heel goed. Het is ook, denk ik, heel slecht om bijvoorbeeld andere mensen belachelijk te maken of uit te lachen, uh, die alleen maar in dividendaandelen zitten, of die alleen maar in groeiaandelen zitten. Want wat je heel vaak ziet, is dat bepaalde groeiaandelen flink stijgen. Uh, en dan doen bepaalde mensen natuurlijk heel goed die heel veel groeiaandelen bezitten. Uh, maar op het moment dat aandelen flink zakken, zoals zeg de afgelopen paar maanden, uh, dan doen die mensen natuurlijk extra slecht. En er zijn er heel veel mensen die zoiets hebben van: oh ja, waarom investeer je in Nvidia? Of waarom zou je investeren in Tesla? Of weet ik veel welk aandeel? Uh, ja, Dividendaandelen of waardeaandelen zijn veel beter. Maar als het sentiment omslaat, is het vaak juist andersom. Dan is het vaak zo dat groeiaandelen het juist goed doen. Aandelen met een hoge beta doen het vaak gewoon heel goed als de markt omhoog gaat. Toen het vaak wat slechter als de markt omlaag gaat, zoals we ook zeker deze week zien. Maar toch is er altijd een soort van dividendkamp tegen een groeiaandeelkamp. En ik vind dat zelf altijd heel jammer. Maar dat is altijd achteraf praten. Als groeiaandelen echt flink zijn gestegen. Dan hebben mensen die in groeiaandelen zitten altijd zoiets van. Oh, waarom zou je in dividendaandelen zitten? Ik heb deze week 30, 40, 50% rendement behaald. En als dividendaandelen het goed doen en groeiaandelen slechter, dan heb je vaak precies het tegenovergestelde. En dat is jammer, want het is altijd achteraf praten. Kijk, ik had zelf ook het liefst al mijn geld alleen maar in dividendaandelen gehad de afgelopen 3-4 maanden. En de afgelopen week al mijn geld alleen maar in groeiaandelen. Sterker nog, ik had het liefst al mijn geld in de Chinese aandelen. Maar zo werkt het niet. Achteraf is gewoon makkelijk praten, maar je weet gewoon niet precies wat er gaat gebeuren. Zelf heb ik wel graag een mix van zowel groei- als dividendaandelen. Uh, ik heb zelf wel wat meer groeiaandelen. Ik wil zelf wel wat meer risico nemen ook. Met hopelijk ook daardoor uiteindelijk wat meer beloning. Uh, maar goed, genoeg daarover. Ik denk wel een belangrijk puntje trouwens. Maar laten we doorgaan naar de fix. De FIX staat voor de volatiliteit, de volatiliteitsindex. Die natuurlijk enorm was gestegen in 2020, maart 2020. Enorme crash kregen we toen ook. Maar die was nu ook wel flink aan het stijgen tot de piek hier eigenlijk op na nou, 8 maart, rond de 36. Maar nu aan het dalen. De FIX staat nu op 24%. Historisch gezien nog steeds vrij hoog, maar is in ieder geval aan het dalen. Uh, minder volatiliteit op de beurs, aandelen zijn aan het stijgen. En wat je vaak ziet, is dat als er heel veel volatiliteit is, dat we juist heel veel dalingen hebben. Als we ook even gaan kijken naar de beurs, dan zien we natuurlijk een hele mooie stijging. Dit is trouwens de Nasdaq, niet de SP500. Uh, maar de Nasdaq is nu in een paar dagen tijd gewoon gestegen met 10%. Maar goed, als we uitzoomen, dan zien we natuurlijk dat de Nasdaq nog steeds flink is gedaald. Vanaf de piek hier in november, de piek was eigenlijk 22 november... Tot aan de bodem een daling van ja, ongeveer 22%. En vanaf de piek tot waar we nu zijn alsnog een daling van nou, zeg ongeveer 14%. Dus we staan nog steeds 14% lager met de Nasdaq eh, ten opzichte van de piek in november. Maar goed, de afgelopen week hebben we echt een enorme stijging meegemaakt. Echt niet normaal. Vooral voor heel veel groeiaandelen, voor veel Chinese aandelen. Dus ik hoop eigenlijk vooral dat je niet bijvoorbeeld maandag met paniek hebt verkocht. Of de afgelopen weken met paniek hebt verkocht. Stel je hebt gewoon vastgehouden en sterker nog, stel je hebt heel goedkoop bij kunnen kopen, dan zal je er nu weer een heel stuk beter voor staan. Uh, en misschien hebben we maandag de bodem gezien en gaan we nu alleen maar omhoog. En misschien ook niet, misschien gaan we volgende week omlaag of gaan we over twee weken 10 of 20% omlaag. Ik heb geen idee. Het ziet er nu in ieder geval heel goed uit. De beurs is flink aan het stijgen weer. En ik zou zeggen, geniet ervan. Gefeliciteerd vooral als je flink hebt bijgekocht. Het komend weekend krijgen we ook heel lekker weer. En geniet ook lekker het komend weekend van die stijgingen. En dan zou ik je alleen nog even willen vragen: of je app op die like wilt klikken, hoop ik dat het weer een leuk filmpje was. Het was in ieder geval een hele mooie, hele groene week. Vooral als je veel groeiaandelen bezit. Als je Chinese aandelen bezit. Vooral ook als je de afgelopen weken hebt bijgekocht eigenlijk. En laten we hopen dat de beurs de komende weken alleen nog maar verder zal stijgen. En zo niet, helemaal prima. Dan krijgen we gewoon aanbiedingen en kunnen we goedkoper kopen. Zou ik maar zeggen: dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer en laters.